Maar om nog even een schepje bovenop te doen, ben jij dus ook degene die een musical gaat maken over de enige echte Tina Turner? Ja, het is heel grappig dat je dat zegt van die prijzenkast met die, al die Amerikaanse prijzen. Want dan zie ik voor me, ik ben bij Tina Turner thuis geweest. Ze woont in Zürich. Ja. Ik heb ook, ik zei, Tina, we zijn er een paar dagen geweest. Aan het eind zei ik, Tina, mogen we een foto maken? Ja hoor, dat vond ze prima. Moest wel even in de make-up en zo, maar... En op die foto zie je ook haar prijzenkast staan. En daar staan al, geloof ik, 7 van die Grammys. En, oh, wauw. Dus dat, daar kijk ik nog wel eens naar. Maar wat, je gaat dus een musical maken, hè, over haar leven. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ja, goed, je hebt nu genoemd dat je Tina Turner hebt ontmoet. Vertel. Nou ja, zij, heel kort zou ik proberen te vertellen, het initiatief voor een musical over haar leven ligt eigenlijk bij haarzelf of bij haar man. Ze is met een Duitse man getrouwd. Ze is Zwitserse tegenwoordig. Ze woont in Zürich. En zij hebben, als ik het goed heb, hoor, als ik het goed vertel allemaal, zij hebben Joop van den Ende benaderd om een musical te maken over het leven van Tina. En Joop had toen net met ons, met mij en Kees Prins, de musical over André Hazes gemaakt. Hij gelooft in mij. En dat was een enorm succes. Die heeft geloof ik 3 jaar in Lamar gelopen. En voor ik het wist, bleek Joop gezegd te hebben tegen Tina... Nou, ik weet wel 2 gasten die dat kunnen schrijven. Het zijn twee leuke gasten uit Amsterdam. En Tina zei, nou, dat is goed. En toen heeft Joop ons benaderd. En 3 maal raden wat wij zeiden. Nou, dat is prima, Joop. Dat gaan we doen. Heb je geen seconde getwijfeld? Nee. Stomme vraag. Dus voor het wist, zaten we op het vliegtuig naar Zürich. En hebben we haar ontmoet. En hebben we een paar dagen met haar gesproken. En alles, het hemd van de lijf gevraagd. En toen we binnenkwamen, het eerste wat ze zei is... ja, 1 ding. Het moet niet zo'n musical worden over Tina die zo leuk kan dansen. En Ike die er de hele tijd in elkaar rost. En vervolgens sprak ze eigenlijk over niks anders. Dus dat hebben we allemaal aangehoord. En ik heb heel veel aantekeningen gemaakt en alle verhalen. En we hebben natuurlijk alle boeken gelezen. En alles wat er aan beeld was, hebben we bekeken. En toen hebben we een script gemaakt. En dat kon haar goedkeuring wegdragen. En dat wordt nu op dit moment, as we speak, verder ontwikkeld in Engeland. Door een hele chique regisseuse. De regisseuse van Mamma Mia, Phyllida Lloyd. Oh, wauw. Zowel van de musical als de film. En als het allemaal goed is en meezit en klopt en loopt en werkt... dan gaat het voorjaar 18, dus volgend voorjaar, op West End in première. Het wordt een Engelstalige productie. Wauw. Komt de musical ook naar Nederland? Nou, dat is allemaal niet aan mij. Dus dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet. Het moet eerst daar een succes worden, denk ik. Ik ben wel heel benieuwd naar het verhaal. Want hè, je zegt, het mag dan niet gaan over een dansende Tina met haar mooie benen. En Ike die slaat. Dat zit er natuurlijk allemaal wel in. Ja, ik wou net zeggen dat... Maar het enige is wat wij wel vonden, Kees en ik. Dat is een verhaal dat iedereen eigenlijk nu wel kent. Van die mishandelingen van Ike en zo. Maar er is ook nog een ander verhaal gebeurd in haar leven. Zij heeft een waanzinnige comeback gemaakt. Want toen ze scheiden van Ike zat ze totaal aan de grond. En zelfs zodanig dat ze op een gegeven moment zelfs werkster was. Dat ze badkamers lag te schrobben. En toen heeft ze toch het pad omhoog weer gevonden. En toen, daarna heeft ze eigenlijk nog veel meer en veel grotere hits gehad dan ze ooit met Ike daarvoor had gehad. Maar dat is eigenlijk de rode draad van het verhaal. Nou, mooi zeg. Dat is een mooi uitgangspunt natuurlijk. Maar dat kwam toch mede door Mick Jagger, geloof ik. En de Stones, die zoiets hadden van Tina Turner. Ja, die waren enorm fan van haar. En zij met Ike speelt in het voorprogramma. En ze heeft ook plaat opgenomen met Mick Jagger. Ook met David Bowie trouwens. En ze is eigenlijk een beetje via... Daarom is ze nu ook zo Europees georiënteerd. Ze is eigenlijk een beetje via Engeland heeft ze de weg omhoog weer gevonden. Met de Stones, met Bowie en met producers. Die ook die hele hippe, ik geloof, Heaven 17 jongens toen. Yeah. I Can't Stand the Rain. Dat heeft ook... Over goede producties gemaakt, gesproken trouwens. Hele goede producties. Ja, als je het nu hoort is het wel een beetje echt ethisch. Met een lelijke synthesizer. Maar, nee, maar zo, dat is eigenlijk de rode draad van het verhaal. Zij heeft ontzettend veel meegemaakt natuurlijk, maar... Ik bedoel, je kan er waarschijnlijk wel 20 musicals over maken. Hoe kies je dan van wat wel of wat niet? Nou, dat is inderdaad ook lastig. Voor je het weet is zo'n ding een aaneenschakeling van anekdotes. Mm-hmm. En dat is eigenlijk natuurlijk niet goed. Want die anekdotes wil je misschien best wel horen of zien. Maar waar wij altijd op zoek zijn is naar een dramatische boog. Dus wat staat er op het spel voor een personage? Daar heb je het weer. Zij was een ster, zij belandde in heel ongewone omstandigheden voor haar. Namelijk dat ze werkster was geworden. Dus dan is het verhaal, hoe weet ze zich daaraan te ontworsten? En hoe weet zij weer het pad
omhoog te vinden. Dat is een mooi verhaal natuurlijk ook. Ja, en ik heb een kerstkaart van haar gehad. Hè? Ja. Vertel, wat stond erop? Love, Tina. Nou. Ja, ik had er iets meer van verwacht, maar ik vond het toch heel goed. Wat vond je het meest verrassende aan Tina Turner toen je haar ontmoette? Dat zij, en toen we haar ontmoetten was het toch ook geloof ik alweer 74 of 75, dat ze nog zoveel energie had. Want het is, die vrouw is niet stuk te krijgen. Het is een force of nature. En zo wordt ze ook overal omschreven. En nou ja, ze heeft tot de 69ste heeft ze gigantische wereldtournees gemaakt. In de stadions van 80.000 man gespeeld. Hè, met dansen en bewegen en sterren van de hemel zingen en schreeuwen. Tot de 69ste, kan je je voorstellen. Ik toen had ze er ook helemaal schoon genoeg van. Dat vertelt ze ook graag. Ze zat in het vliegtuig naar huis uit Brazilië, geloof ik. Ze zei zo, nu ben ik klaar. Maar toen we met haar spraken, ja, wij op een gegeven moment zaten daar uren aan een tafel. Met uitzicht op het, hoe heet het? Maggiore? Even die meer daar. Zurizee. De Zurizee? Ja, zee is meer. Hè? Meer is zee, zee is meer. Het Zurich meer. Nou, weet je wat? Laten we het laten zitten. We zoeken het op. We zoeken het op. En na een uur of vier waren wij een beetje, wel, toch wel een beetje suf geluld. Maar zij ging maar door en gaf geen draad.